moeten opstaan. Ons schruine blad kookt de lood ons haar op holstroom. Als de moment omgaan, de kist wel vergeten. Gooi geld voor ons en elke keer de hudder. Hey, ze komen uit die vader. Daar staan we weer met z'n allen vandaag. Ja, in betere weersomstandigheden. In betere weersomstandigheden. Geen pleuris weer. En het doel van vandaag? De Stad Groningen Voedselbank. De Stad Groningen Voedselbank? Ja. Jongen, en dat in Amsterdam? In Amsterdam. Ja, ik wil eigenlijk een statement maken naar de gemeente Groningen. Dat het hier wel mag in Amsterdam. Ja. Omdat ik een conflict heb met de gemeente Groningen over dit. Ja. Dus vandaar dat ik nu ook wil laten zien aan de gemeente Groningen. Hier mag het wel. Hier mag het wel. En in de Stad Groningen voor een voedselbank mag het niet. Is wat, hè? Ja, heel vermoeiend. Ligt er in Groningen zoveel meer gevaarlijk spul als hier? Nee. Hoeveel man zijn er? Ik heb ze niet geteld, maar ik denk 70, 80 man. 70, 80 man. Ik ga straks even langs. Ik ga straks even kijken. Ga je vertellen? Wat hun beweegt om vandaag mee te doen. Ja, man. Dankjewel, Jan. Graag gedaan. Jij bedankt dat je er bent. Morgen. Hoi, goeiedag. Goeiedag. Groningen? Nee, Hillegom. Hillegom? Oh, dat is vlakbij. Wollevelden. Maar dan mag je niet vissen. Nee, dat klopt. En hier in Amsterdam mag het wel. Gelukkig al. In de stad waar alles kan. Zeggen ze wel eens. Daar zijn we weer. En het touwtje staat strak? Ja, nou alweer slap zie ik. Oh. Hey, we gaan net overheen. Naar je zin? Altijd. Ja. Leuk hè, altijd. Zo met 80 man voor een goed doel vissen. Oh, zijn we echt met 80? Ja, ongeveer 80. Oh, fantastisch. Helemaal leuk. Gaat het, Annemiek? Ja. Ik heb net een paar kilo eruit gehaald. Kijk. Berry. Goedemiddag. Jij ook magneet vissen? Ik maak mijn debuut. Kijk nou joh, een tandwiel. Tandwiel. Zo. Nou ja, dus dat is die wel is een paar kilo. Zwaar, ja. Dus ja, ja, want we moeten aan de kilo's komen, hè? Precies, voor het goede doel. Voor het goede doel vandaag. Voedselbank Groningen. Ja. Sorry. In Amsterdam. Ja. In en de Groningen... reden daarvan is omdat Groningen mag niet gemagneetvist worden. Nee. Dus moet het geld maar uit Amsterdam gehaald moeten worden. Ja, nou, daar zijn we. Het is wel dichterbij in ieder geval. Ja, het is voor ons een stuk dichterbij. En Berry, volgens mij heb het noorden van Nederland altijd een beetje ons nodig gehad. In de hele geschiedenis al, toch? Kijk, we hebben gas van Groningen, dan geven we gewoon het oude ijzer terug. Ja. Kijk hem eens met voorzichtige techniek naar binnen halen. Ja, in elk mensenhand, daar vind je Amsterdam, Amsterdam. Van de stoeptegels, de grachten, de smalle steegjes, de paadjes en de kleine cafeetjes. De drie kruisen op de vlag, de shop aan de overkant. Mens Amsterdam getatoeëerd op z'n onderarm. Af van de dappermarkt, de mensen in de bijstand. Of van Ajax, die de schaal weer eens prijspakt. Kijk eens, ook de dames zijn weer present, hè? Zeker weten. Hey, doe je dit specifiek voor het goede doel of ben je altijd aan het magneetvissen? Dat is voor mij de eerste keer vandaag. Het is voor de eerste keer? Maar wel voor het goede doel. En? Hoe vind je het? Ik vind het hartstikke leuk. Ja? Ja. Leuke sfeer, hè? Ja, gaan we vaker doen. Iedereen is gezellig, iedereen vindt het leuk. En het is mooi weer. Bent u een vaste magneetvisser of komt u speciaal voor het goede doel? Slechte. Nee, ik kom uit Canada. Dus, uit Canada? Met mijn familie mee. Hier. Oh, wat leuk. Dus, voor het eerst vissen. Is echt helemaal. Maar u woont dus in Canada? Ja. Ja. En u bent hier op vakantie? Even inderdaad met familie. Familiebezoek? Ja. En ga je mee magneet vissen? Huh? Wat is dat? Ja. 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 Zalmvissen ken ik wel, magneet vissen kom ik nog niet. Nee. Nee. Wel een prachtig land, zeg, Canada. Ja, dat is het zeker. Ja. 1, 2. Ja. 1, 2. Ja. Kijk dan, gewoon een hele scooter, een elektrische scooter met helm en al. Accu er nog in, kenteken er nog op. Is wat? Die is gewoon de gracht ingereden. Wat heb je gevonden? Weet je het nog? Een zakhorloge. Een zakhorloge. Wauw, mag ik even kijken? Hé, hey, Anker, die waren al in 1800 waren ze al een horloge maken. Dat meen je niet. Je weet dus alle donaties voor Groningen, hè? Super gave vondst, man.
Ja, je bent de enige die met volle magneten naar boven komt. Ja. Dat komt omdat ik ook de magneet al een beetje vol heb. Wat is jouw geheim? Ik ben heel sterk. Ja, maar dan moet het er eerst aan hangen. Wat is je geheim om het eraan te krijgen? Kijk, dit is mijn geheim om het eraan te krijgen. Ik verzwaar mijn magneten. Dus ik heb extra bouten erop, zodat die dieper door de blubberijn gaat. Hier staan allemaal bomen. Het is hier gewoon heel blubberig. Die blubberlaag is misschien wel zo dik. Oké. Dus daar moet je doorheen. Dus jij verzwaart je magneet, waardoor die beter door de blubber heen zakt. Ja. En door meerdere keren te gooien, rooi je het open. Ja. En dan komt het dus meer op je af. Ja. Nou, theoretisch gezien erg plausibel. Nou, ook in de praktijk. Dus dit kanaal is gewoon vroeger is iets smaller geweest, denk ik. Dus de vaargeul is gewoon ouder. Dus het ijzer komt echt uit het midden. Als je hem gewoon heel rustig door die blubber heen trekt. Dus de kade is verder weg als vroeger? Ja, hij is breder gemaakt, denk ik. Ja, vroeger was dit ding gewoon een smal kanaaltje door de weilanden heen. En toen hebben ze hem breder gemaakt en toen die huizen eromheen gekiept. Ja. Maar dan hebben we het over 200-300 jaar oud. 200-300 jaar geleden inderdaad. Dat denk ik. Ja. Want ik heb hier ook dingen uit de middeleeuwen gevonden. Ja. Ik heb bij de brug heb ik hier gewoon een zwaard gevonden. Ja, gewoon van een werkman, geen edelman. Echt een werkzwaard, zeg maar. Waarom moet ik een cola drinken? Oh, helaas niks. Wat is dat? Wat is dat? Als zij iets heeft, ga ik. Oh, goed. Mooie dag, Clem. Lekker weer, man. Ik heb niet eens zin om te gooien. Nee, kijk wat een fantastisch weer, joh. Zit hier nergens een Turkse pizzaboer in de buurt? Wat ik zit hier, dat zou ik gaan zeggen, weet je dat? Ja, dat zou vast toch wel. Maar we moeten straks maar even op zoek gaan dan. Ja, barst van de honger, man. Kijk ook wel, ja.